Finale nummer 29, jongenscategorie 16 en 17 jaar. We gaan kijken naar, jawel, Apeldoorn met drie man sterk in de finale. Elwin Remmers, Desmond van der Broek, Quinn Jansen, voorbeeld tegen Apeldoorn, ik hoor jullie niet eens. Ik zie de lossprinters wel natuurlijk, en heel hard klappen voor Ruben Mars. En voor de Bussingcrosser, Nick Geering. En finally voor de IJsselcrossers, een van de favorieten natuurlijk, Kevin Elbers. Heren, succes! Ja, Kevin Elbers, maar wie moet in vredesnaam Nick Geringen terug gaan halen, dames en heren. Hier liggen zijn jeugdjaren. Hij is hier als vriendje van een jaar of vier ooit begonnen. Nick Geering on his way. Hij wordt hier op zijn thuisbaan van wel eer. Hij zat misschien niet geregistreerd hier onder de derde crossers. Dat komt natuurlijk wel uit Schonebeek. Nick Geering, en kijk eventjes naar dit geweld wat hier allemaal plaatsvindt op de baan. Nick Geering, veruit en doorhoog favoriet voor een provinciaal Drents kampioenschap 2014. Wie weet dat hij het ooit eens een keer heeft gehaald. Maar ook vandaag altijd met pak natuurlijk weer. Nick Geering op provinciaal Drents kampioen.